Welkom bij de Hort op mijn Jan deze week. En waar zijn we deze week? Deze week zijn we bij de Autotron. Bij de Arts en Antiek Fair 2014. En ik wilde meteen zeggen, want die is er al sinds 1967. Reken zelf maar uit, maar dat is al heel lang. Ik was pas 2 toen ze ermee begonnen. En ze doen dat nog steeds. En wat is er daarop te zien? Want het gaat weer een stukje beter met de economie. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we beleggen. En dan gaan we dingetjes kopen die we uit hebben gesteld de afgelopen jaren om te kopen. En waarom zou dat per se een keuken moeten zijn? Waarom niet een leuk schilderij? Of een leuk beeldje? Zo gaat al eventjes mee. Een marathonloopster uit 1928, toen de Olympische Spelen in Athene waren. Ze is alleen de helft van de lijf kwijt. Wij gaan op zoek naar de andere helft. Gaan jullie mee bij Dorte en Jan deze week? De Art Fair. Wat heeft u met glas? Glas, dat is voor mij beweging, kleur, transparantie. En ik heb vroeger altijd alleen in brons gewerkt. Ik wilde wat meer. En ik wil ook tegenstellingen gaan laten zien. En man en vrouw is dikwijls een tegenstelling. Maar zo'n danspaar is ook een tegenstelling. Dus de combinatie van brons en glas is eigenlijk ook een tegenstelling. Dat is daarom juist ook een tegenstelling. En het is ook heel uniek, want je ziet het bijna nergens. Want de techniek van het glasvormen is heel erg ingewikkeld. En ik had natuurlijk al het boetseren in mijn handen van het brons. En met die speciale glastechniek kan ik ook hele unieke voorwerpen maken. Maar ook even heel praktisch gezien. In mijn optiek reageren ze allebei anders op temperatuurschommelingen. Ja, ze gaan ook niet tegelijk in de oven. Maar als ze eenmaal staan, maakt het niet meer uit. Maakt niet meer uit? Nee, dat maakt niet meer uit. Maar het brons wordt eerst gegoten op 1100 graden. En dan wordt pas het wasmodel geboetseerd wat bij het brons past. Die gaat apart in een mal en in een oven. En dan is het de verloren wasmethode. De was eruit, het glas erin. En dat gaat op 870 graden. Okay. En zo'n beeld staat ongeveer 3,5 week in de oven voordat het klaar is. En dat is puur zeg maar, op basis van het materiaal. En waar bent u nu zeg maar, qua vormgeving door geïnspireerd? Door de dans, door de beweging. En beweging in het algemeen, want dit is dan dansbeweging. Maar ook paarden met hun beweging en hun karakteristieke eigenschappen. Je moet een beetje kracht en passie uitstralen. Precies, bij de paarden vooral ook kracht. En bij de dansers de passie en de elegantie. En nu de hamvraag. Is er vraag naar? Heel veel. Ja, er zijn er ook al verschillende verkocht. Kijk, dat is goed nieuws, dus hè? Dus dat is fijn, want dan kan ik weer door met nieuwe. Want eigenlijk is het alleen tentoonstellen. Maar als het verkocht wordt, is het natuurlijk spek kopen. Dat is mooi, want dan kan ik weer doorgaan. En elk beeld wat weg is, komt ook nooit meer terug, want ze zijn allemaal uniek. Er is maar één model van en er komt ook nooit een tweede, want ik heb geen mal meer. Mijn mal is vernietigd. U heeft alleen maar een foto, dan nog. Dat hoop ik. Als het niet vergeten was. Soms vergeet ik dat, ja. Dan heb ik hem net klaar en dan is hij al weg en dan heb ik ook geen foto. Maar wel de herinnering. Succes. Dank je wel. Bij uw uitoefening van uw werk. Dank je wel. Het lijkt wel glas en lood. Ja, dat die reactie krijgen van heel veel mensen. En dat zie ik nou zelf ook. Dat zag ik helemaal niet toen ik het gemaakt had. Want u heeft het zelf geschilderd? Ja. Met welke techniek? Acrylverf, ja. Dus ik heb een bepaalde techniek die ik niet helemaal wil verklappen.
Ik maak eerst de ondergrond en dan ga ik er daar overheen, laag over laag over laag, het verder opbouwen. De laatste laagjes zijn die vlakjes die het meeste naar buiten komen. Hoe lang doet het er nu over, zo'n schilderij? Mijn leven, want alle schilderijen die ik hiervoor heb gemaakt, die heb ik moeten maken om deze te kunnen maken. Nou, ik zou zeggen succes met het schilderen en ook met het uitstralen, zeg maar, naar de kunstliefhebbers. Ja, dat zal vast wel lukken, want dat lukt mijn hele leven al. Goed zo. Wij kijken hier naar een schilderij en dat is van? J.C. Schotel, ook wel genoemd de keizer van de zeeschilders. En die komt uit? Uit Dordrecht. En dat is ook een familie dus van de zeeschilders. En hij is dus de beste. Hij is ook in 1787 geboren. En hoe oud is dan de schilderij? Begin 19e? Rond 1810 zoiets geschilderd, 1815 zo. Ook heel parelmoerachtige penseelvoering. Hè? Hele scherpe details erin. Ja, dat bedoel ik net, ja. En dat is een zeldzaam stuk, hè? Heel fraai werk. Dit is een gezicht op Brielle daar zo. Ja. Dus, en ook wat ik net zei, het is ook leuk dat je dan de locatie kunt bepalen dan. Hè? En hier, omdat je ook helemaal kunt bepalen waar het geschilderd is. En in welke tijd? Los van even de handtekening te zien? Of Dit is geschilderd in 1842. En dat weet ik dan waarom. Omdat het dus geschilderd is aan de Vliet, zo richting Den Haag daar. Daar heb je het gebouw van Eindhoven vroeger, de ijzeren gieterij daar. Dus de Vliet. En als je goed kijkt, zie je daar een treintje lopen daar zo. Ja. En in 1843 is daar een bruggetje gebouwd, een brug over de Vliet gebouwd. Maar die is hier op dit schilderij nog niet te zien. Toch een uniek stuk zo. Ja, qua financiering is dat beter dan een auto kopen. Dat sowieso. Want die worden alleen maar minder waard. Ja, zo is dat. Ja, zo is dat. Wie is Judith? Dat ben ik. En u heeft deze kunstwerken waar we nu naar kijken zelf gemaakt? Alleen op de achterste wand, want ik heb 6 kunstenaars in deze galerie. Dus waar we nu naar kijken, deze 5. Wat zijn het, objecten of? Wandreliefs. Wandreliefs. En deze zijn gemaakt uit welke materialen? Hout, staal. Ik werk met foto's, met epoxyhars. Een hele samenstelling van, maar het is wel één geheel. Geen logische combi natuurlijk. Natuurlijke materialen, maar ook... Nee, het is wel een natuurlijk materiaal, maar ik weet nog steeds niet hoe ik het moet benoemen. Maar in ieder geval, je kan ermee boetseren, het wordt hard. En waardoor raakt u geïnspireerd? Door de mens en door het leven. Want ik zie
Gewoon als kijker, hè? Niet als kunstkenner, maar kijker. Ik zie een fotomateriaal. Ja. Metalen en organisch materiaal. Is dat, en wat brengt dit nou bij elkaar, behalve de kunstenaressen? Misschien 35 jaar ervaring. Ja? Ik zit al 35 jaar in het vak. En ja, je zoekt iedere keer naar nieuwe wegen. Ik ben beeldhouwer en ik maak plastische dingen. Dus ik maak ook plastische dingen op de wand. Maar ja, ik hou ook van de nieuwe technieken. Dus ik ga ook met fotografie doen we nu dingen. Dat maakt het spannend. Ik woon in Zuid-Frankrijk en ik vond dit een heel mooi beeld. Zuid-Frankrijk is altijd zon, maar het regent er af en toe ook wel eens. En dit is ons Jeu de Boerveld, het plaatselijke dorp. En ik vond dat zo'n mooi desolaat beeld met die verlaten stoeltjes en die enorme kleddermodder ervoor. Ik dacht, daar moet ik wat mee gaan doen, want het is wat we allemaal niet willen. We willen met elkaar leven, brouwerij. Opgaande beweging? Ja, energie. Met elkaar. En dan is zeg maar een schilderij een te beperkte vorm om zeg maar uw kunst te uiten? Voor mij wel. Waar kijken we hiernaar? Wat is dit voor ik merk heel veel, net van welke kant je er tegenaan kijkt. Ja. Zo is kunstwerk, het verandert. Ja. Aan de hand van de stand van waar je staat. Waar je staat. Eigenlijk zijn er hier twee effecten. Dat is de positie waar je staat en het effect van het licht. Wij hebben hier statisch licht, maar als dit in een normale omgeving staat met daglicht, dan verandert dat gedurende de dag. En de kunstenares, van origine Poolse kunstenares, speelt eigenlijk met dat gegeven dat je permanente veranderingen ziet in het werk afhankelijk van waar je staat en hoe het licht staat. En dat doet ze met dit soort geometrische reliefs. Heel mooi opgebouwd, heel precies opgebouwd. Waar de schaduw eigenlijk een tweede element is van het werk zelf. Knap. Ja, zeker. Heel mooi gemaakt, heel mooi uitgevoerd. En blijft ook heel interessant om permanent naar te kijken. En het is ook, het is echt 3D-kunst ook. Hè? Ik bedoel, je wordt erin getrokken. Ja, dit zijn reliefs. En bijna al onze werken die we hier laten zien hebben iets met patronen of met relief. Wij zoeken met name het driedimensionale effect in zeg maar, kunstvoorwerpen op. Ja. En merkt u dat er ook vanuit het publiek dat mensen aangetrokken worden door uw expositie zeg maar, hier? Zeker, er is heel veel belangstelling voor dit type werk. Onderscheidt zich toch doordat wij heel veel materialen laten zien. Variërend van glas tot keramiek, van papier tot en met dit soort houtreliefs. En dat is toch wat anders dan de meeste schilderijen. Het is een bepaald publiek wat daarin geïnteresseerd is. Met name het publiek wat meer verdieping zoekt in materiaal en materiaaltechniek. Maar zeker over belangstelling hebben we niet te klagen. Oké. Nou, morgen nog een dag geloof ik, hè? Ja, nog één dag. Dan kunnen we nog even de mouwen opstropen. Hopen dat het weer een beetje meewerkt om genoeg mensen hier naartoe te halen. En we kijken er met vertrouwen naar uit. Mag ik onbeschaamd één vraag stellen? Heeft ze ook hier iets daadwerkelijk verkocht op de stand? Ja hoor, ik denk dat bijna alle galeriehouders en standhouders hier verkopen. Dat geldt voor ons ook. We hebben een vaste klantenkring die ook hier komt kijken. Maar ook nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn. Dus, gaat het echt ook om zaken die hier nu hangen? Ja, absoluut. Waarvan u heeft afgesproken, mag ik hem in ieder geval nog tot de zondag laten hangen? Ja, dat geldt in een aantal gevallen. En in sommige gevallen zijn ze al meegenomen. Er is ook werk wat gewoon van de muur afgehaald wordt, ingepakt en meegegeven. En daar heeft u voorzien, u heeft reservestukken meegenomen? Reken daar maar op. Heel goed ondernemerschap. Dank u wel.
Waar komt dit vandaan? Dit komt uit de Latijnse wereld van, van het Amerikaanse continent. Dus Peru? Nee, niet alleen. Peru, Mexico, Guatemala, Ecuador, Honduras. Dus het zijn al die Zuid-Amerikaanse landen, Midden-Amerikaanse landen, waar deze culturen bestonden voor de Europese contacten. Dan is het heel oud. Kan het heel oud zijn? Ja, dat begint bij ongeveer 5000 jaar terug tot 500 jaar terug. Want toen is die wereld verdwenen door de invloed van de Spanjaarden, Europeanen. En de stukken waar we dan hier naar kijken, hoe oud zijn die dan? Ook van die tijd? Ja, daar staan stukken precies recht voor. Daar staan stukken bij van 5000 jaar geleden. Dus ongeveer de periode van 3000 voor Christus. Kun je dus naar het stuk lopen? Wat echt die hele witte, die steles. Dat zijn steles van de Valdivia-cultuur. Dus die witte beelden? Ja, die heel lichtgrijs is het eigenlijk. Hè? Maar door de spot lijkt het een beetje wit. Dat zijn de oudste culturen van de hele Amerika's. Van het volledige Amerikaanse continent. En die werden waarschijnlijk opgericht ter herdenking van een of ander evenement, maar misschien ook voor de overleden chiefs, zeg maar, de opperhoofden en zo. Dus we weten er weinig van, want het is ver voor dat er enige historische bekendheid was, dat niks opgeschreven is. Dat is ook een beetje uit de tijd dan van de NASCAR-lijnen. Weet wij ook niet waarom ze zijn aangelegd. Ja, tegenwoordig hebben ze daar wel ideeën over, maar dat is ook heel vroeg. Ja. Dat is zo'n 2000 jaar oud ongeveer. Maar deze zijn er voor. Wat heeft u zelf met die landen? Want u heeft daarin een specialisatie. Ik ben daar helemaal verliefd op geworden al 50 jaar geleden. De eerste keer dat ik daar kwam. Dat was een coup de foudre, zeggen ze in het Frans. Echt ongelooflijk een schokeffect bijna, zo zeg maar, onmiddellijk verliefdheid op die culturen. Heeft misschien ook te maken met het feit dat wij allemaal als jongens hielden van cowboys en indianen. Dan zijn dit geen cowboys, dit waren de indianen. Maar het idee van dat die totaal onbekende culturen zulke mooie dingen konden voorbrengen, dat was eigenlijk het verwonderlijke daarvan. En dan heb je het over diverse volken. Je hebt het over Inca's, Maya's. Ja, precies. Ja, daar zijn honderden culturen. En er is misschien wel een verwantschap tussen die culturen. Maar ze hebben toch hun eigen ideeën weten af te beelden. Van de goden, van de kosmos en grafbijgaven maakten ze speciaal voor de rijken en voor de belangrijke personages. En dat werd meegegeven in sommige graven. Die zijn zo goed gemaakt. Die hebben een schacht en kleine kamertjes waar ze die dingen in bijzetten. En die dingen die zijn er goed uitgekomen, want als ze niet ingestort zijn. U geeft het al aan, hè? Er is al veel van gevonden. Hè? Tempels met allerlei artefacts daar rondomheen. Ja. Er wordt ook gezegd dat driekwart nog steeds ontdekt moet worden. Dat zou heel goed kunnen, dat weten we natuurlijk niet. Nee. Maar er is wel heel veel met aerial photography, is heel veel vastgelegd dat er nog heel veel tempels en steden en dorpen en nederzettingen. Oneffenheden in de grond. Oneffenheden in de grond, dat die nog bestaan en dat ze daar ook nog veel meer kunnen vinden. Okay. Ja. Ja. Mooi om te weten. Ja, het is een prachtige dingen en het verrijkt de mensheid om deze dingen te ontdekken. En in dit geval ook te kunnen kopen natuurlijk.
Het is een stadsgezicht van de kunstenaar Kees Muller. Hij is gespecialiseerd in stadsgezichten. Hij was ooit magisch realist, daar is hij mee begonnen. Maar de afgelopen jaren helemaal gaan kijken hoe kan je nou mooi een stad qua sfeer en qua tijdsbeeld mooi afbeelden. En dat doet hij ontzettend goed. Het is niet alleen dat hij de architectuur volledig intact houdt. Kunstenaars voor de compositie, die verzinnen er soms wat bij om de compositie aan te passen. Maar Muller wil echt een tijdsbeeld neerzetten, helemaal zoals het klopt. Nou ja, voor dit geval dan in Amsterdam, zoals het is. 2014 Amsterdam, zoals we het nu kennen. Gewoon heel gedetailleerd. Heel gedetailleerd, maar toch wel op een hele subtiele manier. Hij gebruikt hele mooie zachte tinten. Heel mooi licht gebruikt hij. Mooie lange schaduwen krijg je daarvan. Dat heeft hij ontzettend goed gedaan in dit werk. En nou ja, wat het zo prachtig maakt, wat ik net zeg van dat tijdsbeeld ook. Kijk, over 20, 30 jaar is dit het Amsterdam van toen. En dat is ook zo'n meerwaarde. Waar hangt deze kunst? Het is nu op de Autotron. Maar als de beurs voorbij is, waar kunnen ze de mensen... kunstliefhebbers het dan zien? Nou ja, als het niet verkocht is, hè, want er is ontzettend veel belangstelling voor, dan gaat het mee naar Groningen. Ja, daar zit onze galerie. In Groningen in de binnenstad, midden in de binnenstad. Aan de Volkingenstraat en de Munnikeholm. Okay. Zeker de moeite waard om een keertje heen te gaan als je in Groningen bent. Gaan we doen. Heel goed. En aan alle leuke dingen komt een einde. En zo ook aan deze De Hort op Mean. Vanaf de Art and Antiquity Beurs, fair eigenlijk moeten we zeggen, in de Autotron. Veel te zien, veel doeken, veel beeldende kunst, moderne kunst, oude kunst, tapijten, eigenlijk van alles. Deze beurs, deze fair is eigenlijk al sinds 1967. Toen was ik 2. En hij zal volgend jaar denk ik ook wel weer zijn. Maar voor ons is het deze week een einde. Dit was De Hort op Mean, tot volgende week.